Een eigen erbij doet eigenlijk lekker bij der. Wat een lul. Bij jongens of bij meisjes? Toch wel bij meisjes. En wat vind je van je nichtje? We zijn met een vrouw. Okay. We gaan een lekker theetje doen. Hey, en welkom bij een nieuwe podcast. Dit is eigenlijk geen podcast, maar een... kookkat. In deze serie ga ik met allerlei verschillende podcatters gezond bakken. Dus niet met al te veel suikers, vetten en dat soort dingen. En vandaag in de aflevering zijn we met... Derk. Nou, wat ik nog even wil zeggen, ik vind Katwijkse jongeren veel te dik. Daarom gaan we nu gezonde taarten maken. En als de gemeente Katwijk dit ziet, dit is gezond en goed. En daarom willen wij Saaf hiervoor. Laten wij in de slag gaan. Let's go. Oké, niks in de kom, de volkoren bloem, die heb jij hier zo. Doe maar, even kijken, hoeveel hebben we nodig? 100 gram. 1 kilo. Dus 1 tiende. 1 tiende, dat is een breuk hetzelfde als... 2 vijfde, toch? Nee, dat is een half vijfde. Ik denk dat dit wel 100 gram bloem is, als ik heel eerlijk ben. Of denk je van niet? Dat is veel te veel. Een theelepel, hè? Ik wat doe je? Kut. Een lekker snufje kaneel. Want we kunnen nu wel gaan koken, maar ik ken je eigenlijk nog niet helemaal zo goed. Dus okay. Wat ik heb meegenomen is een lekker theetje. En er staan altijd natuurlijk wat vragen op, zodat ik je beter kan leren kennen. Vertel het eens. Oké, de eerste vraag, Morris. Hoe belangrijk is social media voor jou? En ondertussen gaan we verder. Niet heel belangrijk eigenlijk. Kijk, ik denk dat social media... Kijk, voor mij is social media best belangrijk. Want zonder social media denk ik niet dat... Ja, wat zou ik nou zeggen? Ik weet het eigenlijk echt helemaal niet. Prima. Nou, we moeten dit dus nu mixen. Alleen, we hebben alleen geen stroom om het te mixen. Ja, we hebben dit wel. Goh, doe je dat goed, Derk. Ja, de banaan moet erin. De banaan moet erin. Goh. Wacht, moet die hele banaan er gewoon in? Hoe moet die banaan gewoon in stukjes? Of? Doe maar een stukje, ja, dat is iets anders. Dat is er. Ondertussen doe ik de dadels in. Trouwens, ik heb nog nooit een dadel op, dus ik ga een dadel even proeven. Is het lekker, Morris? Is het lekker? Het is dat hele grote rozijn. Ja? Smaakloos. Ja, lekker. Met ei, melk en vanille suiker. Nou, 1 zakje vanille suiker erbij. Milliliter. Goed, prima, prima. Helemaal goed. We zijn een ei vergeten. Dus we gaan even bij mensen langs om te kijken of hun een lekker eitje voor ons hebben. Ja, oké, nou. Ja. Zo, daar gaan we. Ik heb een paar puntjes die ik met je wil bespreken. Dat wil ik van jou. Staan eieren op de koelkast? Yeah. Hallo. Hoi. Mag ik u een vraag stellen? Oh ja hoor. We zijn bezig hiernaast voor een kookprogramma. En we zijn een ei vergeten. Heeft u misschien een ei? Oh, dat kijken we voor je. Ja, 1 of 2 of... 1 alsjeblieft. Is goed. Alsjeblieft. Meneer, u bent de redder in nood. Graag gedaan. Dankjewel. Hoi, hoi. Derk. Ja. We hebben hem. Ja. Nee, maar ondertussen, dat wij het eitje aan het halen waren. Derk goed geroerd. Een eitje erbij doet eigenlijk lekker bij Derk. Wat een lul. Oh, oh, oh. God. Dit is toch een hel, hè? Oh, ik zit helemaal onder de ei. Wat, ben jij een bloedhond? Nee. Ik ga vanavond wel lekker doen. Tief op, je smeert het nu alleen maar in mijn nek, joh lul. We gaan even roeren. Wacht, voeg het mengsel uit de keukenmachine toe aan de kom en roer tot een beslag. Dit moest in een keukenmachine. Wat is nou weer een keukenmachine? Raps. Rasp, sorry. Rasp. De wortel en voeg deze toe bij het beslag. Nou, je hebt een rasp. En we hebben hele kleine worteltjes. Oh, dit wordt echt een suikerfeest. Hey Morris, ik vind dat het tijd wordt voor de volgende vraag. Stel hem maar. Oké, komt-ie. Als jij nu een bedrijf zou mogen starten, wat zou je dan voor bedrijf doen? Wat zou je doen als bedrijf zijnde? Kinderprostitutie. Dus je verkoopt jezelf. Waar liggen je interesses? Ja, dat weet ik niet. Daar ben ik nu een beetje aan het onderzoeken. Bij jongens of bij meisjes? Toch wel bij meisjes. En wat vind je van je nichtje? Niet te veel over mijn nicht praten. Dat is niet leuk. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ze het leuk vindt, Milo. Ze vindt mij wel leuk. Even terugkomen op de vraag. Je hebt nog geen idee wat je eigenlijk hier wil doen. Nee, geen flauw idee nog. Wat wil jij laten worden, Derk? Nou, ik doe nu een opleiding media vormgeving. Om het een beetje te editen, een beetje logisch te maken. En ik denk dat ik die kant wel op wil. Oké, nou interessant. Koud jongen, bloedhoeren. And his name is John C. We moeten walnoten door de midden hakken.
vind het wel goed. Ik vind het ook goed. Giet het erin. Prachtig, Morris. Ja, maar het is de bedoeling toch van een worteltaart dat het toch bruin wordt? Of ben ik nou gek? Kleed uw bak, een bak voor met bakpapier, vul deze met een beslag. Zet het voor 30 minuten in de oven. Maar we gaan het... Mag ik het erin gieten? Dus als niemand wil dat we bij de oven... Als niemand dit in de oven wil stoppen, dan hebben we een probleem, want dan hebben we gewoon een worteltaartbeslag. Dus Morris gaat nu even naar mensen toe. Oké, Morris, ga maar. Vraag nog lekker even binnen een kopje thee, man. Ja. Een paar puntjes die ik met je wil bespreken, dat wil ik doen met jou in de partij. Ik loop er mee rond. Hallo? Hallo, misschien is dit een hele rare vraag, maar wij hebben hier naast een, carrot cake gebakken. Ja? Nu is de vraag, mag deze misschien bij u in de oven? Hoe lang moet hij in de oven? Op 30 minuten op 180 graden. 30 minuten, dan ga ik hem nu in de oven zetten. En dan kom je hem over 30 minuten halen. Ja. Okay. Ja, dat is goed. Hij zit nu bij iemand in de oven. We hadden het niet verwacht, maar iemand heeft hem aangenomen. Ondertussen dat hij 30 minuten in de oven zit, gaan wij eventjes de frosting maken. Dus eigenlijk gewoon het bovenlaagje wat erop moet. Ja, oké, de frosting. Maak de frosting ingereed in een keukenmachine. Een derde erin. De roomkaas, dus de monchou. Yes, hoeveel erin? Alles. Is het 100? Ja, alles erin. Alles erin. Maar nu heb ik een vraag aan jou. Welk persoon heeft het meeste invloed gehad op je leven? Ik denk gewoon mijn vriendin. En jij, Morris? Poeh, ik heb niet echt een belangrijk persoon in mijn leven gekend. Ik denk toch wel Jeffrey Schreuder. Die heeft mij leren gay zijn. Oké, wat is de volgende stap, Morris? Maak de frosting en keukenmachine tot een glad geheel tot de main. Zorg dat de cake goed is afgekoeld. Oké, maar dan gaan we nu mixen weer. I'm at a payphone trying to call home all of my chain. Hij is klaar. Is hij klaar? Lekker. Nou, Morris, ga hem even ophalen. En ik weet dat jij het heel koud hebt, dus haal een lekker theetje. Ja, zal ik een theetje meenemen voor de desbetreffende persoon waar we onze cake hebben gebakken? Dag! We gaan weer verder. Is de taart klaar? Lekker. Nou, dan gaan we. Ja, rennen. Kom. Is de taart klaar? Ik ben heel benieuwd hoor. Kijken. Wat is die mooi geworden? We zijn met een vrouw. We gaan een lekker theetje doen. Ja, lekker. Waar bent u het meest dankbaar voor? Ik ben het meest dankbaar voor mijn kinderen. Voor familie om me heen, lieve mensen om me heen, alle dingen die we wel hebben, mooi huis om in te wonen. Wat is het meest avontuurlijke wat u ooit heeft gedaan? Toen ik 17 was ben ik op survivalkamp geweest en dat is denk ik wel het meest avontuurlijke geweest in de Belgische Ardennen. Bent u naar de Ardennen gegaan voor school? Nee, voor vakantie. Oh, met wie bent u dan gegaan? Met mijn beste vriendin ben ik gegaan en nog een heel groep andere meiden en jongens die ik niet ken. Wat heb je gedaan tijdens de survivaltocht? We gingen eerst mountainbiken, toen gingen we kano gedaan. We hebben gewandeld, wild kamperen. Dus dat was een beetje de week. Ik slaap in mijn slaapkamer. Hij slaapt in je slaapkamer? Maar hij was gevallen in van mijn bed af. Uh-oh. Heeft u toen zich bezeerd? Ja. Weet je wat ik even ga doen? Ik ga eventjes de topping buiten even halen. En dan gaan we eventjes op de taart doen en dan kunnen we even een stukje nemen. Want volgens mij wilt uw dochter ook graag even een stukje. Oké, nou ik heb er buiten even de topping gehaald. En de taart is ondertussen wel afgekoeld. Dus we gaan het er even op smeren. Ga maar een hapje proeven. Is die lekker? Ja? Nou, weet je, ik ga ook even een stukje proberen. Oh, hij plukt. Lekker taartje, hè? Ja? Vind je hem lekker? Mooi zo. Nou, waar gaan we weer vandoor? Bedankt voor de gastvrijheid. Bedankt voor de... voor de theetje ook natuurlijk. Waar gaan we weer vandoor? Ja. Hoi, hoi. Doei, doeg. Derek! Het is gelukt! Ze vond hem heel erg lekker. Ja. Kijk,
Hij was heel lekker. Doe eens even een proefje. Doe je even een proefje? Even een proefje. Zo. Nou, moet je heel eerlijk zeggen. Is hij lekker, hè? Hij is lekker, hè? Echt 8 van de 10 punten. Echt waar. Nou, mensen, bedankt voor het kijken naar deze podcast. Reageer even wat leuks. Laat een blauw duimpje achter. Abonneer ook. En, Ja, en voor deze serie nou leuk, laat het altijd ook even weten in de reacties. Dan maken wij meer afleveringen. Nou, maak ik meer afleveringen met verschillende podcasters. Groetjes, doei! Hoi hoi! Poepseks!